We staan op de Angelierstraat in Koog aan de Zaan. Wat is er gebeurd? Een enorme explosie van mijn buurman, meneer Van Vliet. Ik woon daarnaast en het was zo'n explosie. Ik vloog van de bank op de grond en er is van de muren schilderijtjes naar beneden gevallen. En dingen die op de tv stonden vlogen ook naar beneden. Maar tegelijkertijd reed er een brommer door mijn steeg en toen dacht ik dat die meneer heel erg tegen mijn schutting aangevallen was. Dus ik loop naar buiten in de steeg. Maar die meneer die schreeuwde zo, want die had heel veel glas op zijn hoofd gekregen. Toen bleek dat aan de achterkant van het huis van buurman Van Vliet alle ramen gesprongen waren. Was er iemand thuis toen de explosie plaatsvond? Ja, in dit geval de bewoner van perceel nummer 15, die was thuis. Maar heel gelukkig voor hem is hij niet gewond geraakt bij dit incident. Hoe is het met de schade? Ja, de schade is aanzienlijk voor wat betreft de constructieschade. Met name op de bovenverdieping is door een explosie een aantal wanden ontzet. Wat voor explosie was het, mevrouw? Ik heb geen flauw idee. Maar misschien wel gas, want hij heeft geen centrale verwarming. Hij heeft gaskachels en een gijzer. Denk ik hoor, ik heb geen flauw idee. Wat kunt u meer vertellen over de explosie? Weet u iets over de oorzaak? Nee, dat is nog onbekend. Dat is onderwerp van onderzoek. Dat zal nog moeten uitwijzen.